Hey, ik ben Marcia en in Wij zijn Gideon Home Tour krijg ik een exclusieve rondleiding van ontwerpster Lieke bij een van de projecten. En vandaag is dat appartement Friso. Heel toepasselijk, want het is aan de Jan-Willem Frisostraat 48 in Rotterdam. Zo, ik heb er zin in. Leuk, fijn dat je er bent. Ja, zeker, dankjewel. En wat een prachtige entree gelijk. Mooi hè, lekker ruim. Ja, en heerlijk licht ook. Ik ben benieuwd, gaan we verder kijken? Doen we, ja. Leuk. Gaaf ook die steel look deuren. Ja, het zijn houten deuren. Oh, dat zie je helemaal niet, nee. Die hebben we er eigenlijk ingebracht om ook de ruimtelijkheid van de entree door te trekken naar de ruime woonkamer. Dit is de keuken. Heel stoer. Hele grote keuken, dus je hebt genoeg opbergruimte. We hebben hier de apparatuurwand in zitten, de koelkast. En wat is dit, Lieke? Want het ziet er echt waanzinnig uit. Ja, dit is eigenlijk het nieuwste type afzuigkappen, die eigenlijk meer als meubel geïntegreerd worden in de keuken. Ja, dan dat het eigenlijk zo'n lelijk ding is om naar te kijken. Inderdaad, ja. Je ziet dat zeker in de wereld van afzuigkappen er steeds meer rekening wordt gehouden met het ontwerpen van. Dat het er gewoon mooi uit moet zien. Deze is naast afzuigkap eigenlijk ook opbergruimte. Er zit een heleboel licht in. Je hebt verschuifbare plankjes, je kan je kookboeken erop kwijt. En dan hebben we hier de eerste slaapkamer. Oh, nou. Zelfs een aparte doucheruimte. En het visgraatje komt er weer terug van de hals hier. Ja. Heel stoer. En nog een ruimte zelfs. En het heeft ook een beetje een speelse indeling. Ja, doordat het een hoekwoning is, heeft het eigenlijk allemaal unieke vormen. In een heleboel ruimtes hebben we geprobeerd die vrij recht te houden. Ja. Maar ja, bijvoorbeeld in deze ruimte zie je inderdaad het speelse karakter met de verschillende hoeken erin. Een hele ruime woonkamer. Eigenlijk vrij in te delen. Hoewel voor mijn gevoel dit de mooiste ruimte is om je zithoek te maken. Ja. En ik zie ook een hele mooie lichte vloer. Wat voor vloer is dat? Het is een lamelpakket. Dus een houten vloer. Ja. Hele lichte. We hebben een naturel look gekozen. Ook omdat er veel richting in die woning zit. Hè, dan wil je eigenlijk een beetje een homogene kleur hebben. En dit steel lookje betrekt eigenlijk weer alle ruimtes bij elkaar. Ja. Ja, dit is wel een echte stalen balustrade. De balustrade zorgt ervoor dat wij niet direct van de trap afgaan. Dat zou ook niet moeten kunnen, maar ik wil wel heel graag die trap af. We kunnen even beneden kijken. Ja, leuk. Dit valt me eigenlijk gelijk op. Het is een onbenoemde ruimte, maar wij hebben hem als sportruimte gedefinieerd. Oh, heerlijk. Voor ons is het echt een mooie ruimte om als gym in te richten. Ja, zeker. Of een soort yoga-meditatieplek. Nou, en als we dan deze gang inlopen, komen we eigenlijk bij de master bedroom. Wauw, wat groot. Dat verwacht je helemaal niet. Nee, een hele ruime master bedroom. Ja, heerlijk. Heel veel ruimte. En ik zie een wandje waar licht achter vandaan komt. Wat is dat? Nog een inloopkast. Oh, ideaal. En jullie hebben ook goed over het licht nagedacht, zie ik. Ja, in de ruimtes waar je eigenlijk geen vrije indeling meer kan maken, maken we altijd een lichtplan. Hier is het tweede toilet. Ja. Boven hebben we een identieke toilet. Oh, mooi. Ook weer dat lookje helemaal terug. Alles matcht helemaal bij elkaar. Ja, alles matcht. En dan verder, want we hebben hier nog een slaapkamer. Ja. Die zit daar. Oké. Gaan we even kijken. Wauw, ook weer zo groot. Ja, eigenlijk een prima master bedroom, maar die hadden we al. Nee, dus de tweede bij deze. De tweede. Dit is het souterrain van de woning waar we staan. Het is eigenlijk een heel prettig leefklimaat. Vrij constant in temperatuur. Zomers vrij koel. Cool. Winters gewoon blijft hij op temperatuur. Oh, dat zie je. Ja, is heel lekker en heel lekker stil. Eigenlijk ontbreekt me er één ding. We hebben het net over dat klimaat. Maar ik zie hier nergens radiatoren. Nee, klopt. De benedenwoning is volledig voorzien van vloerverwarming. Oh, ideaal. Hier hebben we nog een extra ruimte. Ja. Nou, deze ruimte is echt bedoeld als inloopkast. Ja. Of bergruimte van wat voor soort. Die kom je eigenlijk altijd tekort, dus dat komt wel heel goed van pas. Ja. Ja. En ik mis nog één ruimte. De badkamer. Kom mee. Ook weer zo'n grote ruimte die je niet verwacht. En wat voor afwerking hebben jullie gekozen in de badkamer? Het is echt een betonloektegel. Die hebben we zowel op de wand als op de vloer doorgezet, zodat je een vrij rustige uitstraling krijgt. Samen met natuurlijk deze tegeltjes die wat meer uitgesproken zijn. Ja, zeker. Maar toch ook wel weer rustig. Ja. Ja. En twee wastafels. Ja, twee vrijstaande composieten wastafels.
En die passen bij het vrijstaande bad. Ja, gaaf. En de douche? De twee douches? Wauw. Oh, dat is echt wel iedereen's droom. In ieder geval die van mij. We hebben nog één ding. Ja? Niet zo groot als de rest van de woning, maar echt een hele lekkere buitenruimte nog. Oh. Fijn ook van die openslaande deuren naar buiten toe. Ja, een hele mooie ruime woonkamer met openslaande deuren naar de buitenruimte. Kan je buiten ook weer lekker naar binnen halen op een mooie dag. Hey, ook gaaf weer die houtelementen en dat zwart teruggebracht in de tuin. Ja, eigenlijk weer een beetje Gideon-stijl. Lieke, onwijs bedankt voor deze mooie hometour. Ik vind Friso echt prachtig geworden en leuk om te zien hoe alle ontwerpen tot stand zijn gekomen. Mochten jullie vragen hebben over Friso, laat het dan zeker weten in de reacties. En dan zien we jullie volgende keer weer bij de hometour. Doei doei! Doeg!